It takes a crane to build a crane. It takes two floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen. Dit is dag 1 van mijn verblijf hier in Noorwegen bij het leger. Ik heb een kleine 5 uur geslapen, maar het is blijkbaar normaal. Soldaten staan zo rond 5:30 op. Het is de bedoeling dat ik vandaag met skis en al een ijsbak inga. Maar de eerste uitdaging is toch het douchen en het aankleedproces. We gaan beginnen. To every turn, there is a season, turn, and a time to every purpose under heaven. Zo. Nou, nu lijk ik dus aangekleed. Dat is niet zo, want in het gebouw waar ik slaap kan niet gedoucht worden. En dat betekent dat ik door de sneeuw naar mijn douche moet. Het is hier helemaal uitgestorven. Het is muisstil, geen soldaat te bekennen. Maar dat heeft ermee te maken dat de kerels, zoals ze zichzelf noemen, nu al in de bergen zitten. Die slapen dus al in een tentje. Ik ga daarbij aansluiten later deze week. Maar ik ga nu eerst proberen te douchen. Kijk, Ruud, het moet een van deze gebouwen zijn. Hé, hey, kijk, toch een soldaat. Nou hebben ze mij gisteren verteld waar de douche was, maar heb ik even niet zitten opletten. Nou, douche is dat gebouw. Dus, je zit in de buurt. Ik sta ervoor. Nou, doei, of dag. Hoe zeg je dat eigenlijk? Hoe zeg je nou gedag in het leger? Doei. Doei. Het is allemaal niet zo moeilijk. Nou, doei. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Jullie zijn niet in de bergen? Pardon? Jullie zijn niet in de bergen nu? Ik dacht dat iedereen in de bergen zat. Nee, niet iedereen. Wij niet in ieder geval. Het ziet er heerlijk uit. Wat zal ik nou toch nemen? Kijk, hier is de majoor, de grote baas. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ik ben op tijd, hè? Ja, goed zo. Eindelijk. Maar niet op te drukken. Nee, vandaag niet. Misschien nog, kan nog komen natuurlijk, maar... Er moet wel een ijsbak in, geloof ik, hè? Dat gaan we vandaag doen. Ja, heel leuk. Ijsbak in, hoe gaat dat precies? Leg eens kort uit. Dan krijg je zo meteen lessen. Het is een voorbereiding voor wanneer je over gevaarlijk of dun ijs moet verplaatsen. Dat je je daarop voorbereidt dat wanneer je er een zak er toch heel snel uit kunt. I'm a brave little soldier. I must do what I can. I'm a brave little soldier. And I must make a stand. Je zak door het ijs heen. Normaal gesproken zou je dus omdraaien en zou je teruggaan. Rugzak wordt aan de rechterkant op het ijs gelegd. Kijk, hij pakt onderaan de skistokken. Bij de rosette pakt hij zijn handen op het ijs. Prikken, prikken, prikken. Nu ben je veilig. Stap naar voren toe maken. Oké, rugzak afgooien. Hoeveel baantjes moet ik? Als de rugzak eenmaal op het ijs ligt, kun jij 2 baantjes trekken hier. Hou je stokken vast. Juist, rugzak is eruit. Ja. Stokken onderaan vastpakken. Laag vastpakken. Nooit loslaten die stokken. Vast blijven houden. Prik de stokken erin. Prikken, trekken, prikken. Zwembewegingen maken. Lager vastpakken, lager vastpakken. Lager.
Prikken en schoolslagbeweging maken. Prikken, trekken, zwemmen. Kom op. Als jij nou eens aan het kortje trekt. Kom op. We gaan het eens even niet doen. Als jij nou eens een beetje aan het kortje trekt. Prikken, trekken, zwemmen. Ja, toch. Trekken, bezig. En kom maar binnen. Kom maar binnen. Oké, ga maar staan. Laat stokken maar los. Doe mij maar een warm chocomelletje. Oké, die heb je ook verdiend. Ga maar staan. Liggen. Liggen. Rollen in de sneeuw. Rollen, 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 rollen. Waar is dat voor? Verder. Zodat de sneeuw het water van je kleding opneemt. Ja, meer rollen, rollen. Ja, nog één keer. Prima. Kijk, die moet je horen. Ik kom dan kijken, lachen. Kijk dan. En wat heb je nu geleerd? Nou, ik probeerde nog een grap te maken toen ik erin lag. Maar je kan bijna niet praten van de kou. Lastig is dat, hè? Nou, mijn waxkiesessie die zit erop. Ging goed, hè? Ja, ging heel goed. Je deed heel beheerst en zag er goed uit. Super professioneel. Je bent heel beroeps. Je bent echt een beroeps. Maar nu staat er nog wat te gebeuren, want nou hebben ze weer een neger zo gek gekregen om de echte rotklusjes uit te voeren. Ja, altijd maar weer dus de negers. Altijd weer hetzelfde. Ja, heel jammer. Nee, ja, ik ga een slachtoffer spelen die onderkoeld raakt. En dat is de bedoeling dat mijn collega's mij daar snel warm krijgen. En mij ja, behandelen uit koude kleren, warm kleertjes aantrekken. En, ja. Had ik maar iemand om van te houden. Twee zachte armen om me heen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo. Dat het luie inkomen zegt dat we mantelwater hebben. Rap werken, kom aan. Laat hem rollen, laat hem rollen. Laat hem rollen. Laat hem rollen. Opstaan. Doorlopen, kom aan. Pak snel zijn spullen. Snel werken, kom op mannen. Hey, doe je ook nog eens wat? Kom, help die vent nou eens mee. Mee uitkleden, uitkleden. Uitkleden heb je net geleerd. Dat zegt ook niks. Gaat het weer een beetje? Gaat weer een beetje, ja. Het is heel erg koud. Maar je moet gewoon rustig blijven en dan gaat het vanzelf allemaal goed. Ik heb een beetje moeite met de rustzak. Heel zwaar en ja, ik ben niet zo goed in zwemmen, maar voor de rest ging alles wel goed. En niet echt een echte man, hè? Ik ben zeker echt een man. Ja, het echt rode bret staat ergens voor natuurlijk. Hè. We zijn beroeps, dus het is wel een eitje. Nou, het was een turbulente dag. Dit was het wat mij betreft. We zijn bijna ons kleine negertje verloren, maar het is goed gegaan. Dit was dag 1. Tot morgen.